Oh. Ik zal, ze komt dus later deze week langs in ieder geval. Gisteren op de ijsbaan meegedaan met ijskegelen. Geen prijs gewonnen. Wel een kegel overgehouden. Vorige week was iedereen van slag, dat sms Judith. En de krantenmeisjes ook. Oh, die waren er wel gewoon. Oké. Okay. Goedemorgen, 2 uur geslapen in verband met werk. Ik moet zo weer beginnen. Ook zo lekker warm buiten. En of ik WUF nog volg. Oh ja, Dakar is ook begonnen. Goeie. Ik moet even inkomen allemaal. Maar de dames, ze zijn er. Begrijp ik? Susanne. Yay! Hey dames, goedemorgen. Goedemorgen. Oh ja, en natuurlijk, maar dat geldt voor iedereen die luistert en ook maar iets met het programma te maken heeft. Zelfs echt mensen die me haten, het allerbeste gewenst. Ja. En dat we er een fijn, vruchtbaar jaar van mogen maken. Maar dit hebben jullie allemaal al doorstaan, begrijp ik. Jullie zijn hier gewoon alweer begonnen. Ja. Oh, god. Alsof we ooit stoppen. Nee, dat is ook zo. Dat gaat nog maar door. Oké. Maar heb ik nog iets gemist? Nog een rol, achterklap, iets? Nou, die Michiel, hè? Ja. Ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen op de radio, maar je moest het weten. Ja. Ik zal nog even voor de vorm, zal ik hem nog even bellen. Hij was toch wel lief voor jullie, neem ik aan? Ah, ja. Zo lief. Ja. Heeft hij, want ik ben dus even op zoek naar de nieuwe Michael Jackson. Heeft hij die gedraaid, of niet? Nee, dat ik weet. Hoi, met Michiel, maar dan voicemail gewijs. Oh. Spreek het in na de welbekende piep. Oh. Nou, dat is ook niet meer leuk. Oké, daar kom ik achter. Als iemand weet hoe die plaat heet, dat chanson, laat het even weten dan. Dan kan ik hem toch eventjes erin gooien. Nou ja, nee, goed. Is het nog koud, nat en zo buiten? Sneeuw. Heel veel. Ja, ik denk dat ik vind lopen vind ik moeilijker dan autorijden, moet ik zeggen. Ik weet niet hoe jullie. Hebben jullie echt gewoon boots aan of zo? Ja, ik heb wintersportschoenen aan. Heel lekker warm. Ja, lekker warm. Oh, ja, heb ik ook, ja. Het ziet er niet uit, maar fuck you, jongen. Het is gewoon lekker. Oké, laten we beginnen gewoon vandaag in de Telefaag. Ja, natuurlijk schaatsen de mensen op de voorpagina. Een hele leuke foto, want het blijft nog volop winter in Nederland. Alleen er staat dan wel dat er een stevige vorstinjectie nodig is als we aan een Elfstedentocht willen denken. Ja. Wat nog meer? Ook nog de dochter van Giulio Alberto Poch, dat is die Transavia-vlieger. Die dochter die heeft een brief geschreven aan prinses Maxima. Met daarin het verzoek om haar invloed te gebruiken om ervoor te zorgen dat haar vader dus niet tot zijn dood in de cel verdwijnt. Dat is die Wekko die jarenlang allerlei, wat was het, oorlogsslachtoffers of zo? Of oorlog? Iets fout in ieder geval. Ja, dat. En nu is de bedoeling dat Maxima zegt, dat was een beetje dom en dat het dan weer goed is. Ja. Oké, duidelijk. Ja. Wat nog meer? Ook nog dat nieuws over vrouwen die veroordeeld zijn tot TBS met dwangverpleging. Er zijn voor hun amper plaats in klinieken. En dat terwijl hun aantal wel toeneemt. Oké, maar dan moeten er dan speciale vrouwenklinieken zijn dan? Of? Ja, ik denk het. Blijkbaar. Ja. Oké. Wat staat er in de Volkskrant, Algemeen Dagblad en Trouw, oftewel bij jou dan? Heel veel Britten zijn echt praktisch ingesneeuwd omdat ze door sneeuw en ijs en zo niet naar hun werk kunnen. Dus nu is er echt een enorme toename geweest in aanmeldingen voor dating sites in Groot-Brittannië. Want ik bedoel, als je een babyboom wil, dan moet je natuurlijk wel een partner hebben. Ja. En er zijn heel veel vrijgezellen die nu op zoek zijn. In Nederland is dat volgens mij niet zo, maar wij kunnen natuurlijk ook nog gewoon op. Dan zit je zielig ingesneeuwd thuis en dan ga je maar naar een dating site. Dat is toch echt mooi. Oké, wat nog meer? Gisteren is er een 32-jarige vrouw uit Zuid-Italië bevallen van een zesling. Zo. En het is de eerste zesling in Italië sinds 1997. En alle kinderen maken het goed. Dus leuk baby nieuws. Ja, heel erg leuk baby nieuws. Heel veel van. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oké, nee, dat klopt het weer. Het laatste. Heftig nieuws? Heel stom nieuwtje vind ik. Jan-Peter Balkenende had gezegd dat iedereen zijn stoep schoon moest maken. Maar nu heeft het AD eens even gekeken en zijn eigen stoep is helemaal niet zo schoon. Dat is dan ook wat. Maar de grote vraag is natuurlijk, want wie zou dat dan doen, hè, bij hem gewoon zijn stoep schoon? Echtgenote Bianca.
En dat doet André Rauwvoet. Oh, ik het. André Rauwvoet zegt hij dat het hier doet. Dat is helemaal leuk. Goed idee. Ja, leuk nieuws. Ik ben benieuwd, wat heb jij nou, zus? Ja, nou, in mei zijn er de Passiespelen 2010 in Tegelaan. Wat? Sorry? Alle 400 spelers die meedoen, ja, het is een soort van toneelstuk, en doen 400 spelers mee en die hebben een scheerverbod gekregen. Want ze moeten, ja, lekker een snor en een baard laten staan, want dat past goed bij de show. Een scheerverbod. Dat geldt, ja. Dat geldt ook voor de vrouwen, begrijp ik. Ja. Godverdamme. Maar tot mij, nou, dat ziet er niet uit. Dat natuurlijk duurt nog wel even dan, ja. 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 Oké, nou, ik hou me er ook aan dan. Oh, nee, nee, trouwens, dat is niet waar. Want ze mogen echt helemaal niet meer scheren. Dus het worden echt gewoon prehistorische verschijnselen. Ja. Van, ja, het gaat over Jude als tussenkomst. Ja, nee, ik snap hem. Ik snap hem. Wat heb jij, Fleur? Ja, heel even wachten. Kunnen jullie niet even doorpraten? Wat is er? Je bent nog op zoek naar het leuke nieuws van vandaag. Ja, handschoenen. Nee, nee, ik heb wel leuk nieuws. Maar... Okay. De handschoenen, hè? Ja, de handschoenen. Zoals ik al zei, praat even. Oh, hij schijnt Another Day te heten, die plaat van Lenny Kravitz. Oh. En een Michael Jackson dus. Dan moet, moet ik hem toch kunnen vinden. Oh ja. De Mexicaanse saus, de mole, een mix van kruiden en pepers, wordt op, door de meeste luchthavenscanners aangezien voor de explosieven. En het is in de Verenigde Staten echt al 4 keer gebeurd dat mensen echt helemaal, nou ja, worden gearresteerd op het vliegveld en zo, gewoon omdat ze een lekker sausje mee hebben genomen. Maar nu gaan ze dus een speciale moleculaire scan creëren, zodat het niet meer voorkomt. Sorry, ik zat, ja, ik zat niet te luisteren. Het spijt me echt, Fleur. Dat is godsamme dag 1. Maar ik was ernstig op zoek naar iets wat dan Another Day zou zijn. Maar... Nah, dat is wel... nee, dat klinkt wel je als... Je bent toch een... van Jamie Lydell. Ja. Ik kom echt het gehele oeuvre Another Day platen tegen. Echt. Dat ik denk van nou, cool dat ze er allemaal zijn. Bertolf heb je natuurlijk wel. Je hebt deze van Buckshot Lafong. Nou, ik ga even zoeken. Maar, ja. Maar iets met moleculen, ik vond het hartstikke leuk. Ja. Ja, sorry. Mm. Succes met de maandag. Ja, ja, ook. Fijn dat we er weer zijn. Tot morgen en... Goedemorgen. 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 Ah. Als ik 's morgens wakker word en de radio... Voor half 7.